is zo mooi om dit verhaal te mogen vertellen, elke avond weer. Het is een verhaal over twee mensen en wat er gebeurt als een van hen plotseling komt te overlijden en de ander achterblijft met hun zoontje van 7 maanden. Maar voor mij is het ook een verhaal over de liefde. Het is een liefdesverhaal. Ja, het is heftig. Het is een heftig thema, maar we brengen het met heel veel lichtheid en humor die ook in Caroline Spaans haar boek zit. Dus eigenlijk is het ook gewoon een verhaal over kracht, over de veerkracht van de vrouw. Ja, ik vind het heel bijzonder dat ik dit mag doen. Dat ik de mensen die naar deze voorstelling komen 80 minuten mag meenemen in dit aangrijpende verhaal.